nog even een mooi aandenken aan die tijd dat je nog gewoon oorlog had. Dat je wist tegen wie je moest vechten. Die kwamen niet met een vrachtwagen rijden. En kijk wie we daar hebben. Die fiets ook al 45 jaar. En dat hebben ze pas geteerd hier zo. Dan blijven die steentjes aan je banden plakken. En dan hoor je dat zo tussen je sportborden gaan. Oh, nou hier niet meer gelukkig. Het is weer wat anders. Dit is niet de Veluwe. Dit zijn de wetlands, oftewel de uiterwaarden van de Lek. In de provincie Utrecht, waar wij nu zijn. Heel apart landschap. Met veel boerenactiviteit. Jannie. Oh, wat een, ja, wat een wind, hè? Ja, zeker. Oh, daar gaat weer een boer. De boer die is aan het rooien. Ja. Daar aan de horizon, een pittoresk kerkje. Ja, die kom je allemaal tegen in dat soort landschappen. Oh, komt hij hier? Oh, nee, hè? Hebben wij? Oh, nee, gelukkig. Nee, anders hadden we een probleem gehad, hoor. Want dan hadden we, moeten scheuren. Oh, die dijk moeten we hebben, ja. Wat zeg jij, Jannie? Ja, die loopt daar. Ja, die dijk loopt daar niet, maar die ligt daar. De rivier ligt de dijk. Zo, dat zijn mooie notwilligen. Ja, die zijn heel erg oud en ook goed te onderhouden. Nee, hij gaat naar zijn andere perceel. Ja. Ja, dan denk ik wel dat hij daarheen gaat. O jee. Ja, het gaat goed. Hij zet zijn maaiding in de gang. Jongen, jongen, wat een meidsrond. Ja, dat heb ik weer. We hebben Pokémon zoekers. Dat mensen ook niet in. Kijk hier. Eenzame fietsen. In het Weidse platteland. Nederland rivierenland, maar platteland Nederland. Ja, boeren hebben ook gewoon muziek aan. De jongens die weten ook wel wat de gezelligheid is. Jannie!